We hebben opdracht en toestemming gekregen van de aandeelhouders om aan de slag te gaan. We zijn dus heel versneld begonnen met een basisdesign. Terwijl er nog een heleboel onzekerheden waren over de uitkeringshoogte van de verzekering, de finale herbouwkosten en alle andere onzekerheden. We hebben gebouwd in een vrij hoog tempo in een periode waar er COVID was. De supply chain, de verscheping, de routes allemaal waren verstoord. De oorlog in Oekraïne, dus een perfect storm. Maar in die periode moesten wij overbruggen door producten importeren. Tegen een veel hogere prijs, tegen een veel lagere marge. En we hebben dus daar ook in die periode markt verloren. Wat ik bijzonder vind om te vermelden, de eigenaren ervoor hebben gekozen om het geld weer te gaan gebruiken voor heropbouw. Tweede is dat tijdens de heropbouw en in die periode waar we financieel heel zwaar hadden, niemand hebben ontslagen als gevolg van de brand. Nou, uiteindelijk zijn we met de nodige vertragingen voorzichtig in november opgestart. En met trots zeg ik dat nu 80% van alle producten die we nu verkopen weer lokaal geproduceerd zijn. Oké, dus vanaf afgelopen november dus. Ja. Het is een boze droom waar we langzaam maar zeker uit ontwaken. Maar we hebben ook nagedacht over de technologie van de machine. Er is veel minder waste van water. Veel minder waste van plastic. En die fabriek is gebouwd op groei. We hebben nu een eerste lijn neergezet. Die in staat moet zijn bijna 100% van onze basisbehoeften te voldoen. Maar de tweede lijn die komt eraan. Jullie hebben ook een stukje markt verloren in die tijd. Hè? Herstelt dat zich, dat verlies? We zien dat we weer markt terugpakken. Wij zijn ontzettend dankbaar en humble dat onze consumenten ons trouw zijn gebleven in die 2,5 jaar bijna. En dat ze weer kiezen voor ons vertrouwd product.